Tel maar af dan. Ik heb hem al aangezet. Doe Oh, mijn dan intro. ik heb hem nu ook Als je aangezet, toch gaat dus. editen, kun je dit er mooi afknippen. Ja, tuurlijk, dat ga ik echt doen. Ram de intro. Maar, De intro. ja, hallo mensen van Pyjama Gameplay. Dit is Arthur, die dikke, je weet wel, lampzak. En ik ben Waarom Bram. moet je er nou maar bij zeggen dan? Dat is privé. Ja, dat kan mij geen hol schelen als dat privé is. Waarom kan iedereen je dan zien? Ze weten niet dat ik het ben. Nee, oké. Maar we doen dus zeg maar een race, een speedrun heet dat ook wel. En we gaan dus Hotline Miami doen. En het was Arthur's idee om dit kutspel te doen. En daar Nee, heb het ik was mijn dus. idee om er een race van te maken. Ja, Het was oké, maar het is echt een. Je hoort Duncan's ons. idee om dit spel te gaan spelen. Oh, zoals Ja, Duncan, oké. Piet, Vampie, Vamp. Ja, je weet wel, die gast die ook wel in die Bioshock Die wie altijd deel zin op de zit. achtergrond zit. Ja, inderdaad. Maar we gaan dus beginnen. Dus Arthur, tel maar af. Drie? Ik zie het eigenlijk wel vooraan dat je al lang hebt geklikt. Nee, ik heb nog lang niet. Jongen, dat kun je het allemaal zien in de video als ik dan al heb geklikt. Hey? Ja, maar je gaat dit editen, dus misschien helemaal niet. Oh, tel dan maar gewoon af, anders Misschien wordt deze speel je wel video gewoon 10 uur lang. vals. Jij bent gewoon al begonnen, of Twee. niet? Je gaat gewoon jouw ding, zet je gewoon Time Warp of zo op, weet ik veel. Oké, 3, 2, 1, start game. Oké, klik, 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 klik. Kom op, kom, kom, kom. Kut, Part zwerver, die gaat 1. praten. Ik heb de knuppel, fuck yeah. Wat? De knuppel? Hoe Ja, nu ik ben. al? Ik ben nu mijn telefoon pas aan het opnemen. Ja, tuurlijk. Ja. Kom op, hé, wat is dit voor bullshit? Ja, heb je de stomme tutorial altijd. Weet je Oké, ik ga. dat? Je weet dat als je rechtermuis hebt inhouden, die allemaal kan overslaan. Nee. Kakzooi. Ik ben al bezig met het eerste level. De meester. Serieus, ik ben nu aan het praten met al die klote dieren. We kunnen ook meteen alle spullen kopen. Alle maskers gebruiken. Doen we het toch gewoon? Ja, je mag gewoon allemaal. Oh. Kut, ik loop al bijna naar beneden zonder die telefoon. Oh, lekker slim. Stom brief. Maar we mogen de maskers dus gewoon gebruiken, hè? Ja. Oh, godverdomme, hé. Oh, ik ben nu pas bij de metro. Hoppa, ik heb het gehaald. Wat? Ik moet nog beginnen. Nou, ik ben nu eigenlijk al begonnen, maar dat doet er niet toe. En ik ben godverdomme dood. Ik taal zo hard in dit spel. Stage clear. Ups, naar boven. Oh, ik liep een knuppel vallen. Stip. Oh, waarom ga ik nog steeds dood? Stage clear. In de auto. Oh, godver. Oh, ik ben 2 keer dood gegaan in het eerste level. Weet je, jij hebt net gewoon zitten no-life hiervoor, of niet? Nee, ik ben Dat denk gewoon heel goed. ik. Dacht ik ook. Als je zijn er eigenlijk in het Chapter eerste level. clear. En dat was één. Ik ben nog steeds bij de laatste verdieping, volgens mij is dat ook maar. En ik ben weer dood, want ik gooide mijn ding weg. Ik moet wennen aan die stomme controls, want die heb ik al heel lang niet gedaan. Oh, jij gaat dit zo hard winnen volgens mij. Godver, ik ben weer dood. Weet je, dit is eigenlijk niet echt een race, maar het is gewoon een beetje godverroep als je dood bent en hopen dat je Dat is wint. toch Ja. ook het spel. Ja, dit spel was niet anders, maar. Ah, godverdomme, hey, what the fuck heb ik? Je hebt kleurenblindheid. Ja, dat hoeft niet iedereen te weten, Leuk voor maar alle nu. mensen thuis. Ja, je zegt ook dat ik ben, toch? Ja, maar dat is de waarheid. Je bent toch ook kleurenblind? Ja, dat doe ik alleen zodat ik voldoende kanalen voor tekenen. Oh. Nou, blij. En dan hier naar boven. God, ik ben nog steeds bij chapter 1. Dat is ook zo Is er raar. nog zo. Is er nog. Oh god, wat is dat dan weer voor mijn rol? Oh, die koffer pak je, steeds clear. Rennen, klootzak. Oké, dan moet hier nog twee mensen dood. En dan jij. Chapter clear. Stage clear, go to car. Nou, dat was dan weer een level. Wat? Ik ben nog steeds met het eerste level bezig, verdomme. Godverdomme, ik ben nu pas klaar. Moet er ook nog. Dus daar komen nog wat uit de trein, hè? Ja, daar ben ik al lang mee klaar. Ik ga nu naar chapter 2. Ik ben nu met dat score Ik heb nu net gebeuren. pizza gehad.
knop klikken. Ja, ik kan maar geen los schermen meer scoren. Ik mag nu weer de telefoon voor de... Wat is het? Waarom is alles zwart bij mij? Omdat jij een faal... Yes, de wereld haat je zo erg dat ze jou niet eens willen laten winnen. Ik ga nu naar chapter 2. Echt alles is zwart bij mij. Dit is oneerlijk. Ik bedoel je alles is zwart? Misschien is het een donkere... De een andere bug. Ik neem nu de telefoon op voor chapter 2. Ah, ik ken jullie niet, hè? Ah, kut, ik ben vergeten die notificaties van Steam uit te zetten. Dus je ziet hem bellen wie een spel speelt. Geweldig. Interessant, toch? Okay. Ja, ik ga nu... Ik doe nu no-talk. Wacht, hè? Is dit second chapter? Ja, ik ga nu naar de... Oh, kut, ik heb niet eens een goed masker gekozen. Vandaar dat ik telkens doodga. Was ik de eerste, of niet? Ja, maar ik ga gewoon zo snel mogelijk wel beginnen. Oké, hier zit een gastje met een geweer. Een shotgun, om het zo maar te zeggen. Een super geweldige Engels. Shogun. Is dat niet zo'n spel dat Piet in vandaag speelt? Shogun. Ja, Shogun. Dat is Man of War Shogun. Wacht even. Ja, zoiets. Een of ander spel. Dat is een FPS. Wat is FPS? Nou, ze don't bank dan ook niet, man. Weet je, volgens mij zit jij gewoon helemaal te liegen dat jij al zo ver bent, of niet? Ja, klopt. Oh, wacht, chapter 2 was wel heel kort, hé. Ja, maar dat is dan niet helemaal chapter 2, komt nu net af. Zit een klein stukje bij. Ja, je moet ook nog naar zo'n gastje. Ik ben nu in die pizzeria. Ja, daar ben ik. En ik rij nu weg. Oh, hier zit de pan, de warm water. April 16. Oh my god. Weet je, ik heb eigenlijk nog nooit die telefoongesprekken gelezen of zo. Ik vraag me af of iemand het überhaupt wel doet. Tja. Second chapter, overdose. Oh, verdomme, ik kan hier nu nergens zien. Welk masker zal ik kiezen? Begin with knife. Start with knife, ook goed. Kies chill. Oh, ik let echt niet op. Ja, wacht even, deze moet opnieuw. Oh, nee. Oh, leuk, ze hebben geweren, kom ik naar achter. Oh, gezellig. Ze komen al direct naar beneden lopen. Holy shit, ik heb gewoon niet. Ik had net iets van achter van die kogels ontweken, zonder dat ik het wist. Ja, dat doe ik mooi. Huh? Dat hier... Wacht, kunnen die bewakers zeg maar ook van wapen veranderen? Als je doodgaat en weer terugkomt. Wie weet. Want ik heb nu. Ik had net zo'n. Guard. Waar heb je eigenlijk mijn mes gelaten dan? Ja, die heb ik opgegeten. Hier is mijn mes. Nee, die is... Ik bij de verkeerde ingang. Ach ja. Oh, hier is er nog één. Oh, ik ben zo schil. Yep. Stage clear. Pistool. Oh, fuck, help pistool. Double kill. Ja, yep, wat jij net zei. Hey, kut! God, dan moet ik weer hier beginnen. Helemaal aan het begin van het level. En ik ben weer dood. En ik ben weer dood. Wat wil ik nou nog zeggen? Als ik ga lachen, dan word je boos. Ja, misschien meer wat medeleven tonen. Ha! Maar ik ben hard hier. Ik wil het zeggen. En ik zat weer zo diep in die imitatie van jou, dat ik dood ben gegaan. Dan? Heb ik dood dan? Nee, jij niet, ik. Ah, oké. Okay. En wit lekker in de auto. Ik ken nog niet, godverdomme. Best wel veel mensen doden volgens mij. Jammer, je kunt de score niet overslaan. Inderdaad, dat wou ik ook. Oh, kut! Ah, vergat ik achter me te kijken. Leuk, leuk. En nu loop ik weer in iemand. Weet je, ik wil het gewoon zo snel... Wat? Ik wist niet dat je iemand kon oppakken. Wist je dat niet? Nee! Je leert elke keer. Ik heb pas ook nog nooit gereload in het spel. Kan ook niet. Waarom staat er dan zoveel rounds van de zoveel rounds? Omdat je dan weet hoeveel er in de wapen zelf staat. Oh! Ja, zucht jij maar. Weet je nu al wie er gaat winnen? Ik, want ik ben gewoon. Goeder nog wel. Goeder. Zijn hier nog mensen? Ik zie nu niemand. Nee, hier niet. Oké, ik heb nog één kamer te gaan. Het staat helemaal vol met mensen.
gaat, mensen. Maar ik mag hier die hoer ophalen. Wie daar al? Dus verdieping al klaar. Kom op, klootzak, zie mij. Kom hier naartoe lopen. Oh, dit is wel een kut level. Oh nee, valt wel mee. Weet je, misschien win je deze ronde wel, maar ik weet hoe slecht jij bent met die biker. Is dat de 5 dan? Nee, dat is 7. Ja, maar we gaan toch tot 5 doen? Ja, maar we gaan de volgende keer gaan we tot 10 doen. Oh, oké. Kut! Wat? Godverdomme, ik rage. Ik wil rage. Heet dat zo? Ik zit nog steeds in chapter 2, verdomme. Oh, ik vouw zo hard in, hè. Ja, best wel. Huh? En ik ben weer dood. Ik ga lekker dood. Wat vind je daar? Waarom maken shotguns zoveel geluid? Omdat het geweer zijn bij heel veel kracht en geluid komt. Oh zo. Ik heb nu een A en een assault rifle. Oh fuck, er is nog iemand levend daar. Dat wist ik niet. Maar ik heb het overleefd. Oh, die hele kamer is nu helemaal hier naartoe gelopen. Ze zijn allebei dood. Nou, dat ook. Yes, ik heb er nog maar één. Oké, dit wordt hem. Yes! Chapter clear. Eindelijk, je mag naar de auto. Oh wacht, hier komt die dikke. Die dikke? Ja, die... Zit jij in dit spel? Nee, die dikke neger. Ah! Oh. Dit al die excuus eikel. Eindelijk gehaald, kom op, doorgaan. Good score. Oh shit, je moet die shotguns hebben, hè? Ja, joh. Weet je, die gast met die baard, die is best wel cool. In die winkel dan, hè? Jee, zijn ogen eruit. Woehoe. Nou, dat is gezellig. Moet die hoer nou meenemen dan? Die moet je gewoon laten liggen, volgens mij. Nee, dan moet je eerst weglopen en dan moet je daarna ook komen halen. Oh, fijn. Godverdomme, daar begin ik nog niet eens aan. Ja, ik loop nu naar de auto om daar aan te beginnen. Third chapter. Zit er in chapter 3 al honden? Ja, die chapters die zitten pas weer later. Ja, je laat het even sowieso pas na de 5. Kut. Part 2. Questions. Ik heb nu al best wel wat mensen dood. En weer naar de volgende. De vierde chapter alweer. Tension. Maar wat moet ik dan doen als ik bij de laatste ben? Om hier gaan juichen en mij uit gaan lachen. Oh nee, hier zitten honden. Dat herinner ik me nog. Maar wacht, jij kent het hele spel gewoon uit je hoofd. Je zit een no-life hiervoor. Stage clear! Tweede verdieping. Weet je wat ik heb geleerd? Helemaal niks. Dat is jammer. Oh, kak. Ik ben weer dood. Oh. Weer dood. Dat was dan de hond. En weer dood. Nadruk hem nog. Die kamer zit dus niet meer, dus ik ga het even hier. Weet je, soms dan zie ik die ramen ook niet, dat is ook zo kut. Moet je je ogen gebruiken, bro. Heeft iemand gehad, dat schijnt echt te helpen. Leuk van iemand. Ja, jij valt nog harder in dit spel dan ik. Daarmee ook aan het winnen. Al zover dat mogelijk is. Maar harder dan mij falen is een hele, hele grote. Dat is een echt moeilijk iets. En dat moet je echt professioneel. Hoeveel mensen zijn er dan wel niet? Ik heb toch iedereen gedood en ligt aan mij? Oh god, er zat nog iemand op die bank. Oh. Weet je, nu snap ik ook waarom je dit spel zo haat. Jij wil je race. Oh, dat was ik wil het race.
Ja. Hupsakee. Iemand dood. Godverdomme. Ik val hier heel. Eén iemand. Morgen. En dan pak ik het mes. En dan gaan we wel lekker door. Volgens mij is mes wel het beste wapen in het spel, of niet? Ik vind hem wel chill. Ik kan hem ook gewoon inhouden. Dat kan met alle wapens. Nee, ik bedoel, met mes dan raak je gewoon bijna alles. Ja, oké. Okay. Oh. Oh, kom op, hé. Oh shit, dat is een kut level. Dat is een kut level. Stage clear, eindelijk. Oh god, een 9. Wat? Een 9? Ja. Oh, ik ben dood. Shotgun! Huh? Er liggen geen wapens meer. Hoe is er ook weer? What the fuck? Dat je dat vaker moest raken. Dat was dan de explosie. Oh shit, dan moet ik een geweer hebben. Huh, what the fuck? Oh, mijn geweer was leeg. Fijn. Oh, die zwarte kerel is best wel irritant. Ben er nu pas? Nu pas bedoel je? Waarom loopt hij sneller dan mij? Hij is dik! Oh ja, slagwapens werken niet bij hem. Go to car. Oh, Branke, ben je met nummer 5? Wat? Ik ben nog bij 3! Kijk, was die. Oh, je mesje er niet lekker meer nodig. Killing. Klik. Gaat ook gewoon niet liggen, die kut. En dan praat ik met deze trouwens, dit is trouwens niet meneer, racistisch. En dan pak ik dit spul. Arthur! Ga ik wel lekker in de auto zitten. Ja, maar dat is de ramp. Wat zei Godver, je? Die neger gaat maar niet dood. Ah. Kijk, die hoer zit nu op de... Atka aan het kotsen. Ja, oh, een wapen. Nou, we zijn gewoon klaar als we weer in het huis zijn, of niet? Ja. Nou, als je de score ziet van chapter 5, zeg maar. Oh, ja, oké. Okay. Dan ben ik klaar. Godverdomme. Dit gaat niet aan. Oh, hij kan wel geraakt worden door deuren. Dat is handig om te weten. Komt er nog één achter. Godverdomme. Shotgun gebruiken, hè? Wat? Shotgun. Ja, maar dat duurt te lang. Oh, een shotgun. Op een effectieve manier. Dan flikkert hij ook. Ja. Had dat eerder gezegd, godverdomme. Je hebt het spel toch al eerder gespeeld, man. Ja, één keer. Denk je dat ik al die levels 10 keer heb gedaan of zo? Jij hebt ze allemaal 10 keer gedaan, ja. Dan val ik op als ik kom erbij. Ik ga zo meteen gewoon weten. Nog is de les deze video gewoon afgelopen. Ja, die is niet erg, hoor. Bram, je hoeft er niet zo lang meer. Nee, inderdaad, godverdomme. Ik heb toch al bijna gewonnen. We zeggen gewoon dat jij 5 minuten moest. Ja, 5 minuten. Eerder 30 of zo. Oeh, ik heb nu heel lang staan. Ik ben ook zo schil, hè. Oh ja, je komt met de scroller, kon je toch lokken? Echt? Serieus, waarom kon dat? Dat had hij heel erg gezegd of zo. Bam. Bam. Hij leeft nog, wat? Stage clear. Moet niet doen naar boven? Ja, ik moet nu naar boven. Ik nog eens een wapen. Oh, katana. Oh, ik hou van dit spel. Ik heb geen wapens meer. Eindelijk, ik heb hem dood. En dan moet je wegrijden, toch? What the fuck? Moet je die hoer serieus gewoon optellen en meenemen? Maar dat past ook zo in die auto. Yes, ik heb eindelijk chapter 3 gehaald. Oh shit. Wat chapter ben jij nu dan? Ik ben nu bij chapter 5. Oh, ik heb trouwens een nieuwe masker. Nee. Oh shit. Nog 2 seconden gameplay op.
hoe de fuck ga ik dit oplossen? Ik weet het al, ik weet het al. Heb jij dit spel trouwens nog een keer uitgespeeld dan? Ik ben al wel heel ver. Ik weet niet of ik het niet heb, maar ik heb het nog niet uitgespeeld. Want dan denk je dat je het hebt uitgespeeld, maar dan lijkt het toch niet zo te zijn. Chapter 2. Klikken, 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 stom verhaal. Oh, dan kun je overslaan. Hé, komt er nog geen achter. Weet je, ik vind het nog steeds heel irritant als je, zeg maar, een nieuwe missie moet beginnen, dan moet je eerst naar die stomme telefoon. Zo irritant. Ach man, dat is het valt wel mee. Wat erg gekund. Ja, wat erg gekund. Inderdaad. Oh, guys. Oh, wacht, dit is een chapter met 100 of niet? Ja. Oké. Restart. Dogstone. Heb je de 100 meer? Ja, zodat de 100 me niet aanvallen. Oh, dit is dit. Ik herinner me dit chapter. Chapter clear. Dit chapter is fucking irritant. Ben je klaar? Wat? Ik moet alleen nog even in de auto stappen. Nee! Dat is de uitgang. Bram, je hebt geluk. Ik kan niet zo snel de uitgang vinden. Plezier. God damn it. Nou, Bram? Wat? Wat? Heb je gewonnen? Ik ben klaar. Ik wacht in het huis op je. Ja, dan kun je lang wachten, want ik ben nog bij chapter 4. Of... Nou, wie naam moet je even volgende opnemen? Misschien. Ik ben pas 21 minuten aan het opnemen, man. Dat is gewoon makkelijk één aflevering. Misschien is het handiger als we dan ook een... ik moet ook nog een let's play gaan opnemen. Neem ik gewoon dit op als let's play, toch? Of wat? Ja, oké, okay, kan ook. En dan mogen we nu lekker wachten op Bram. Ja, weet je, ik kan ook gewoon heel rustig aan gaan doen. Ja, dat kan. Nee, weet je wat, we stoppen gewoon niet erop nou, want jij hebt toch al gewonnen. Suicide! Oh, kijk, dan kan ik niemand vinden. Godverdomme, wat een kakspel. Ja, ik ben dood. Nou, Arthur, gefeliciteerd. Staat 1-0 voor jou. Wil je nu een lolly? Die heb ik al. Maar dan stoppen we de opname hier, denk ik. Ha! Godverdomme. Nou, dus Arati wint, maar ik herinner me nog dat hij in chapter 7 bij die eerste eind... Tweede eigenlijk, de tweede eindbaas. Ja, maar dat zijn we nog niet, hè? Nee, maar dat is het volgende deel. Dat is het volgende deel. En dan ga ik normaal jou wel in. Want jij zei dat jij daar echt een half uur over deed. Minimaal. Ja, daarom. En ik deed er maar een kwartier over. Dus we stoppen de opname hier. Bedankt voor het kijken. Denk maar. Arthur. Hè? Huh? Misschien moeten we de opname maar stoppen. Wacht even, ik ben nog even netjes bezig. Ja. Ik ben nu mezelf de hele tijd aan het dood laten gaan. Ik probeer gewoon door het level heen te rushen. Nou, Arthur. Arthur. Wat wil je nou van me dan? Een lolly. Ik krijg het toch niet. Godverdomme. Maar dan stopt de onname hier. De onname. Onder andere, ja. Hotmon. En tot morgen. Tot morgen, deel. Arthur, ik ben er. Arthur. Ik heb het gehaald.